school krijgen leerlingen les in verkeer. En dat is voor de meeste leerlingen erg leerzaam. Wie weet wat dit verkeersbord betekent? Maar er zitten ook een aantal leerlingen in de klas die de les wat minder interessant lijken te vinden. Dan gaan we nu naar de volgende. Noem zoveel mogelijk verkeersborden op. Hey, hallo! Ga even normaal zitten. En doe de telefoons eens weg. Het is altijd dezelfde met jullie. Na de verkeersles hield iedereen zich netjes in het verkeer. Nou ja, behalve van de leerlingen die minder goed hadden opgelet. Wat? Een boete? Waarvoor? En ik kijk bij het overzicht, dat wordt dan 90 euro. Belachelijk! Oh, dames, dat kan zomaar niet. Fietsen over de stoep, 140 euro. Wat? Doe even normaal. Ja, dames, dat wordt weer een bekeuring. Wat is er nou weer? Loop in de bosjes. Weer een boete van 240 euro. Ja, dat wordt weer een boete van 80 euro. Schat, dit is allemaal een brief van de politie. Geen hand uitsteken als je naar links of rechts gaat. 80 euro. Kauwgom uitspugen. 240 euro. Ik heb het even uitgerekend en dat is gewoon meer dan 1 miljoen euro. Maar dat hebben we helemaal niet expres gedaan. We werden afgeleid tijdens de les. Zeker door je telefoon. Maar het was niet zomaar een berichtje. Ondertussen bij een gezin, verderop in de straat. Nola en Fleur, wat is dit? Gewoon brieven, hoezo? Dit zijn boetes van de politie! Kauwgom uitspugen op de grond. Door struiken lopen. Door rood licht rijden. Wij konden er ook niks aan doen dat we niet hebben opgelet bij verkeersles. Maar hoe kwam dat dan? Dan kregen jullie weer een berichtje. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat voor berichtje dat was. We kregen een berichtje binnen van kinderen die nog steeds in de oorlog leven. Hallo dames en heren, welkom bij deze nieuwsuitzending. Op dit moment is er al 8 jaar lang oorlog in Syrië en zijn er bij heel veel mensen omgekomen. Volgens onze informatie zijn het wel 21.000 kinderen. Dat is wel heel heftig. Bizar toch? Kinderen hebben recht op bescherming bij oorlog. Maar daar zie je hier niks van. Nou begrijp ik wel beter dat jullie niet hebben opgelet bij verkeersles. Moet je hun zien met heel veel boetes? Echt, hè? Oh my god, echt super boetes. Boetes. Jullie weten toch wel wat dat verkeersbord betekent? Dat is het. Wat bedoel je? We maken gewoon een verkeersbord tegen oorlog. Als we die overal neerzetten, is er vanzelf geen oorlog meer. Dit idee moeten we delen met de rest. Ja! Andere leerlingen waren direct enthousiast om de oorlog te gaan verbieden door middel van deze borden. Met het plan gaan ze toestemming vragen bij de leerkracht. Heel even, wat is er allemaal aan de hand? Wat willen jullie vertellen? Meester, we hebben echt een hele goede idee. Oké, vertel. De leerlingen probeerden de leerkracht te overtuigen van een idee. Verkeersborden om oorlog te stoppen? Daar moet ik even over nadenken. Nou, ik vind het een geweldig idee. Jullie krijgen van mij een aantal dagen vrij om te reizen naar een oorlogsgebied. Yes! Nog diezelfde avond reisden de leerlingen af naar land in het oorlogsgebied. Op een rustig moment, midden in de nacht, hingen ze de borden op. Voeren. Dat klopt. Jullie mogen hier geen oorlog meer voeren. En wie bent u? Ik ben generaal van havermout tot bananenpap.
En overal waar die borden hangen, wordt geen oorlog meer gevoerd. Daar heb ik helemaal niks van gehoord. Waar moeten we dan oorlog voeren? Als jullie echt oorlog willen voeren, dan kunnen jullie daar, op het open veld. Maar daar is helemaal niemand. Nee, jullie moeten die mensen hier nu met rust laten. Ik vind het een geweldig idee, maar al verrijzen naar oorlogsgebied is natuurlijk veel te gevaarlijk. Maar meester, met zulke borden kunnen we de oorlog oplossen. Kijk naar hun. Hun gedragen zich nu wel in het verkeer. Maar in oorlogsgebieden is het anders, maar dan gaan ze gewoon verder als je die borden plaatst. Nou, volgens mij al dat wel, hoor. Ja. Ik zou wel wat meer willen weten over de oorlog. Nou, weet je wat? Als het projectverkeer is afgelopen, dan starten we met een project over kinderrechten. Vooral over de bescherming van kinderen die in oorlog leven. Ja, dat is een goed idee, meester. Tadaa, dat was het einde. Ja, maar mocht jij nou nog die bloopers willen zien, dat kan. Die staan namelijk daar. En als je het leuk vindt om een andere kinderrechtenfilm te kijken, aanrader. Daar. En anders abonneren. Hier zo. Ja? Oké, hoi.